De eerste overmaking van 1800 SRD koopkracht, die door de regering wordt gegeven aan de verschillende groepen, is vandaag gestart. De overmaking is in het kader van het sociaal vangnet en geldt voor de algemene kinderbijslag, de algemene oudedagsvoorziening, mensen met een beperking en zwakke huishoudens. Dit bevestigde minister Oerajkit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. We hebben enkele dagen terug de launch gedaan. De launch waarbij alvast de mensen binnen het sociaal vangnet, de vier categorieën, voorzien zullen worden. Als u mij vraagt wanneer. Er is al vandaag bevestigd, we hebben gesproken met de SPSB, de PIU heeft contact gemaakt. En de overmakingen rollen al vanaf morgen. Dat de verschillende huishoudens behorende alvast tot het sociaal vangnet, de vier categorieën die ik net genoemd heb, zullen alvast die 1800 SRD dan ontvangen. Verder geeft de bewindsman aan dat gezinnen die minder dan 6000 SRD aan inkomsten hebben, in aanmerking zullen komen voor koopkrachtversterking. Hiervoor zullen ze zich moeten registreren. Dat wij via onze partners, via de verschillende ministeries, de opvang dan zullen moeten doen, de formulieren zullen moeten delen, en ervoor moeten zorgen dat ieder bereikt wordt, of het nou via de helpdesk is van EBS, via de helpdesk is van SUM, de DA-kantoren, de districtscommissaris die op districtsniveau ervoor kan zorgen dat huishoudens die tegemoet komen ten aanzien van de registratie zou kunnen krijgen, dat wij landelijk de zaken zullen moeten aanpakken. En het gaat naar binnen rollen. Maar wat ik vraag ook aan de samenleving is, net wat collega NH zei, uit zijn ervaring ten aanzien van registraties, zullen we bepaalde zaken nodig hebben. Zaken zoals simpelweg hoeveel uw inkomsten is binnen uw huishoudens. En we hebben voor nu hebben we gehouden op 6000. En huishoudens, daar heb ik niet over mama alleen. Daar heb ik over mama en papa als ze beide werken, hoeveel het wordt. Dus we hebben zoveel als mogelijk rekening mee gehouden. Om ervoor te zorgen dat we het laagdrempelig houden in de zin van, tijdens onze pilotproject, dit project, startfase, dat we het bestand dan zullen bouwen. Ten aanzien van de geregistreerde, dat we het simpel houden bij toont uw inkomsten, uw natuurlijk EBS en SUM uitgaven en dat we ervoor zorgen dat natuurlijk uw identiteitskaart of familieboek bij u heeft.